Ik ben Stefania en ik spreek de stem in van Mafka. Ik ben Zoey Kroon en ik speel Lucas. Wauw, wat klinkt dat mooi. Oh, dank je. Ik... Ik spreek Mafka in. Dat is, ze is de beschermster van het woud. Dus ze zorgt eigenlijk voor alles in het woud. Dit is de mooiste dag van de mooiste tijd van het jaar. Lucas is een jonge muzikant. Oh, dat is mijn fluit. Daar maak ik muziek mee. In deze film heb je eigenlijk twee werelden. Het mensenvolk en de woudwezens. En uiteindelijk komen die werelden eigenlijk een soort van samen. Ik vind het leuk aan inspreken altijd dat ik op een gegeven moment, dan verlies ik mezelf altijd een beetje. En dan denk ik, zoom ik ineens uit en dan zie ik mezelf ineens met mijn armen zo staan. En dan denk ik, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En sowieso de leukste dingen vind ik eigenlijk om in te spreken zijn de momenten dat je alleen maar rare geluidjes moet maken. Ja. Ja, echt hè. Het is echt een leuke film, een mooie film. Echt de vetste film die ik heb ingesproken eigenlijk. Als je naar de bioscoop gaat, dat je fantasie een beetje aan kan gaan. Dan denk ik dat het bij deze film wel gebeurt. Vanaf 19 april is Mafka te zien in de bioscoop. Een liefdevolle, spannende, prachtige film. Ik zou zeggen, kom allemaal kijken.